Gelderland heeft de meeste kastelen en buitenplaatsen van Nederland. Groene oases tussen steden, snelwegen en boerenland. Het zijn er maar liefst 177. En dat heeft alles te maken met de roemruchte geschiedenis van het oude hertogdom Gelre, dat een van de belangrijkste politieke machtsblokken in Noordwest-Europa was. Dit is een van die 177 kastelen en buitenplaatsen. Maar hier is iets bijzonders aan de hand, want gebouwd rond 1400 is dit kasteel nooit aangevallen, nooit belegerd en helemaal niet verwoest. Dus wat we nu zien, dat lag er 500 jaar geleden ook al. Ja, goedemorgen. Oh, dat is heel snel. Goedemorgen. Ja, hallo. Ik ben Harm. Ik ben André. Van harte welkom op Kasteel Hernen. Wat zie je eruit? Ja, ik dacht, nou, ik ga vanmorgen nog even een paar steentjes maken. Ja, ja, je ziet, die toren is weg. Die moet helemaal hersteld worden, dus ik ben me vast weer begonnen. Dus dit is de steenhouwer look? Ja, zoiets wel. Ja, je kunt het eigenlijk ook wel in de keuken gebruiken en zo. Maar eigenlijk alle werklieden hadden wel zo'n schort. Dit was eigenlijk soort voor alle beroepen geschikt? Ja, eigenlijk wel. Maar deze is speciaal voor de stenen maken en daarom heb ik hem om. Ga je mee naar binnen? Ja, ik vind het wel heel spannend. Hè? Ja? Ik heb geen idee wat ik ga aantreffen. Rond 1350 begon men in Hernen met de bouw van een vierkante donjon. Wauw. Deze woontoren werd in latere eeuwen uitgebreid tot een kasteel met slotgracht en tuin. Rond 1750, tijdens een heftige storm, stortte de donjon in. 2 eeuwen later schonk de laatste bewoner het kasteel aan de Stichting Gelderse Kastelen, dat het in oude luister herstelde. De donjon werd echter nooit meer opgebouwd. Ja, en dan klak je er nog wat achteraan. En dan drukken we hem een beetje aan. En dan... Dat is de steen. Nou, ik moet zeggen, toen je hem erin gooide, denk ik, wordt niks, maar het is boven verwachting. Het is fantastisch, hè? Maar je kunt zien, omdat het zand een beetje nat is, dat er weinig nerf is. En dan, maar dat maakt niet uit. En dan droogt hij zo? Nou, deze wordt dus zo naar de wei gebracht, de droogwei. Aha. En daar ligt hij een week of 2, 2,5, afhankelijk van wat voor weer het is. Of het droog is of niet droog is. En dan wordt hij langzaam opgestapeld. Enorme rijen en stapels van zo'n 60, 70 meter lang, een meter of 20 breed. En dan staan ze daar, nou, een week of 2, 3 te bakken. Maar als je dan kijkt hoeveel stenen er hier in de muur zitten... Ja. Dan was je toch wel een paar honderd jaar bezig voor je een muurtje had. Nou, een paar honderd jaar niet, maar zo'n kasteel werd natuurlijk in fases gebouwd. Ongelooflijk arbeidsintensief. Ja, in eerste instantie werd de toren gebouwd. Hè, donjon, hè, wordt tegenwoordig erg veel gebruikt als woontoren. Ja. En daarna de muur omheen en daarna helemaal ingevuld. Meer. En dan praat je over 250 jaar tijd. Hè? Dus de meeste kastelen waren al verwoest voor ze halverwege waren. Die kans was wel aanwezig, ja. Heb je nou ook altijd de neiging, want je bent dan toch artistiek aan het werk, dat je hier dan stiekem ook even... ja, nou ja, goed. Oh, dat gaat heel slecht. André, face it. Nou. Nee, nou gaat hij weer weg. Dat is wel jammer. Ja, dan staan jouw vingers erin. Dus ja, dat is ook mooi. Gewoon je hand erin. Zo. dat kan ook zo. Maar ik heb eens uitgerekend ongeveer op de duim, want die muren zijn hier zo'n 3 meter dik. En die gaan een paar meter onder de grond. En ik schat met de toren erbij dat je ongeveer 1 miljoen van deze stenen moet hebben om dit te bouwen. Ja, ik lig hier bij een heel bijzonder plantje en dat is stekend loogkruid. En als je hem voelt met je vingers, dan snap je ook waarom hij zo heet. Want die stekeltjes die gaan echt meteen je vingeren. En het is een heel bijzonder plantje dat vroeger vrijwel alleen voorkwam langs de kust. En daar groeit hij in de duinen en dan echt de duinen aan de zeekant, in de zeereep. Waar het zand stuift, waar heel veel zout in de grond zit. En daar is die plant tegen bestand. Nou, die plant die heeft ooit de rivierstraatjes ontdekt, is hier terechtgekomen. En doet het goed. In de laatste jaren duikt hij steeds vaker op dit soort zandstranden. En blijkbaar is dat een goede vervanging voor de duinen aan de zee. Nou, en ik lig op een zandstrand en dat heb je hier in het uiterste westpuntje van Maas en Waal, alleen langs de Waal. Want daar ben ik nu, langs de rivier de Waal. En hier, in dat westpuntje van Maas en Waal, bij Heerewaarden, daar maakten de Waal en de Maas vroeger contact met elkaar. Als de Waal hoog stond, hier achter mij, dan stroomde het water met grof geweld richting de Maas. En andersom hetzelfde, als de Maas een keer hoog stond, dan stroomde het met grof geweld naar de Waal toe. Een hele bijzondere plek, een hele strategische plek met heel veel geschiedenis, met veel forten en dat soort dingen. En op deze plek maak ik vandaag de wandeling van de Waal over de hoge rug ertussenin naar de Maas. Dan gaan we naar een van de mooiste ruimtes in het kasteel. Oh? Ja. Ik zal me voorgaan, hè? Graag. Hier ga je echt middeleeuwen proeven. Oh. Nou, kom maar eens binnen dan. Ja, heel basic, hè? Ja. Het is heel hoog en helemaal niet zo super groot. Nee, nou ja, dit noemen ze ook de kleine ridderzaal. Ja. Aan de andere kant van het gebouw zit de grote ridderzaal. Maar hier kwamen eigenlijk de gasten binnen op hun paard. Hè. We hebben net gezien dat ze af konden stappen. Mm-hmm. En nou, dat zochten ze hun plekje. Want zoals je nu ziet, de opstelling, is dit al heel erg luxe. Hè, in die tijd stond er een tafel en wat stoelen. En men zocht gewoon zijn plekje. Wat had de ridder bij zich? Een zwaard, zijn paard natuurlijk. Maar ook een deken, schildknaap, ja, die moest ergens buiten liggen. En een krukje waar je op kon zitten. Ja. En een kussentje en iets om je hoofd op te leggen, dat was het. En hier gebeurde gewoon alles, wat je maar wil. Ja. En hoe oud is dit? Dit gedeelte dateert nog uit nou, zeg maar 1450 tot 1500 zo'n beetje. Echt heel oud. Heel oud. Je ziet ook nog deze tegels. Die zijn uit de originele bouw nog steeds. En ja, die originele bouw die zie je hier ook, althans voor het grote gedeelte. Mm-hmm. Hier zie je bijvoorbeeld spaarbogen. Spaarbogen? Ja, je zou zeggen van het maakt onderdeel uit van het hele kasteel, zoals het moet zijn. Hè, van de, ja, handige van de opslagruimtes of zo. Nee. Het was dus zo dat stenen in die tijd erg duur waren. Hè? Had je veel stenen, was je steenrijk. Oh ja. Dus zo zit het in elkaar. Maar dit hebben ze echt zo geconstrueerd om gewoon stenen te sparen. Ja. De spaarbogen. He, die muren zijn 3 meter dik, dus dat kan best aan de buitenkant zien ze het toch niet. Ja. Ja, en als er een kogel tegenaan schieten, dan is het sowieso plat, dus dat maakt het allemaal niet uit. Oh ja. Dus vandaar die spaarbogen hier. En dan zat je hier gewoon? Ja, gaan we eens lekker zitten. We kunnen wel als ridders achter de tafel gaan zitten. Ja, dan zitten we hier. Dat mag eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Nou, nu wel vind ik hoor. Nee, dat gaat prima. Hè. Kijk. En dan zat je een beetje zo. Dan zat je hier. En een beetje, hing je dan? Of hadden ze enige etiketten al? Of is dat niet bekend? Ja, ze hadden natuurlijk... Ze hadden allemaal hun eigen dolk bij zich natuurlijk. Hè, vandaar dat hier geen bestek ligt. En dan snee je gewoon wat af en dan... Ja, en dan kwam de bediende langs en die bracht hier heerlijke mede. Nee, dat werd pas later op de avond als je dorst had. Hè. Je moet eerlijk toegeven, het heeft wel wat. Het is heerlijk. Jongen, zeg maar. Het is niet echt te zien. Gaan we door de vingers naar kijken. Weer te koud nou. En wat wordt het? Nou, ik ben een ketting aan het maken waar een beeldje aan moet komen te hangen. En daar worden volgens mij weer theedoeken of handdoeken aan opgehangen. Je bent echt iets aan het maken hier voor het kasteel? Ja. Maar als ik zie hoe lang je aan één schakel zat te prutsen... Ja, ik word ook heel erg afgeleid nou. Ja. Maar dit kost uren werk zo'n stukje. Ja. Heel intensief. Dat is het wel, ja. Maar ja, ik denk, het smidswerk brengt dat met zich mee. Het is niet van, je kunt snel werken. Het is een kwestie van heel veel geduld hebben en heel snel en heel veel haast. Het moment dat ik hier bezig ben met het vuur, moet ik geduld hebben. Ja. En als ik daar bezig ben, moet ik weer heel snel werken. En je doet het nou 8 jaar? Ja, ongeveer. Iets langer misschien. En hoe ben jij veranderd als smid? Als smid? Ben je rustiger en gebalanceerder geworden? Als mens wel. Wat een plek, hè? Dit is Fort Nieuw-Sint-Andries. En de naam zegt het al, dat er ook een ouder Fort Sint-Andries was. En dat klopt. Het lag hier ietsjes verderop, aan de andere kant van de weg. En dit fort is eeuwen later gebouwd in 1816. Nou, dat is niet heel veel van over. En dat komt omdat hier in de Tweede Wereldoorlog, toen is het voor de laatste keer gebruikt, toen hebben hier Duitsers gezeten. En toen die langzamerhand vertrokken, omdat de geallieerden kwamen, hebben ze hier het hele fort bam opgeblazen. En sindsdien is het ruïne. Gevaarlijke plek, want het kan instorten. Dus het is echt uitzonderlijk dat we hier kunnen lopen. Nou, ruïne is ruïne. Maar je ziet ook dat de natuur daar weer bezit van neemt. Overal groeien planten. En ook hele typische soorten van de rivier. En een van de leuke soorten hier is wilde marjolein. En hij bloeit ook net nog. Het is een late bloeier voor de herfst. En wilde marjolein is eigenlijk onze wilde oregano. Als je dat ruikt, dan ruik je ook gewoon de kruiden voor op je pizza. En wilde marjolein is echt een typische soort van zowel Maas als Waal. En hier heeft hij dus een hele schrale plek gevonden tussen de bakstenen van het fort. Een strategische plek, omdat Waal en Maas hier raakten. En dit ligt er precies tussenin. En ik loop nu door naar de Maas. Dus jullie maken niet alleen nu de spullen, maar je doet ook alsof je dat in de middeleeuwen aan het maken bent. Inderdaad, we laten dus eigenlijk zien hoe we in de middeleeuwen de schrijnwerkerskunst bedrijven. Dat is het woord, hè? Schrijnwerker. Als je mocht kiezen, had je dan liever vroeger geleefd? Nee, uiteindelijk denk ik dat wij nu het heel veel prettiger hebben met ons warmstromend water en 20 graden in de woonkamer. Ah, wel fijn dat het ambacht van schrijnwerker er toch nog steeds is. Het ambacht is wel heel erg leuk en dat je, heel veel dingen kun je zelf maken. En dat is wel iets wat je nu moet allemaal naar de winkel toe om onze borst te kopen. Vind ik ook niks aan eigenlijk. Ik vind dit veel leuker. Vindt wij ook. Mooi. Zal ik hem vasthouden? Kunnen jullie doorwerken? Ja, is goed. Tot over 2 jaar. Dankjewel. Zeg maar los man, die kast van niks. Kijk nou. En daar is ook nog wel een leuk verhaaltje over. Ja, mooi. Dan kan je zo naar binnen. Ja. Waar lopen we nu, André? We lopen hier op het oudste stuk van de weergang. Weergang? Van de weergang, ja. Van de weer, hè, van het leger. Van de wacht. Dus hier werd gekoekeloerd van... Komt er al wat aan? Ja, inderdaad. Ja. En hier heb je zogenaamde schutgaten. Ja. Die breed zijn aan de binnenkant en smal aan de buitenkant. Zodat ze dus hun kruisbogen in feite hierop konden leggen. Ja. En hier zit een gat aan deze kant, zie je. Dan konden ze hem hierop steunen. Stevigheid. Steun, konden ze hem aanspannen. En dan, half er doorheen. En dan stapten ze zo. En dan konden ze zo. Ja. En de lijn kwijt te verbeteren. Later met de kanonnen. Ja, toen was het verhaal voorbij natuurlijk. Hè, van de kastelen. Toen werden ze helemaal platgeschoten door kanonnen. Ja, toen was het eigenlijk hadden de muren geen functie meer. Nee. En daar zie je dan ook dat de meeste kastelen omgebouwd zijn tot woonhuizen. En hele grote boerderijen. Ja. Wat hier in Hernen ook een tijd lang gebeurd is. Nou, hier kun je heel goed... hier kunnen we koekeloeren. Ja. En dan moet je je voorstellen dat natuurlijk in die tijd, hè, dus voor 1800... Ja. Ja, daar stonden er natuurlijk geen bomen. Nee, dan kon je dus echt ver want je kon kijken. Echt goed zien of de vijand eraan kwam of niet. Ja. Dus dan kon je heel ver kijken of er wat aankwam. Ja. Maar gek genoeg is hier nooit zo heel veel aangekomen. Hè? Want het kasteel is nooit belegerd en niet verwoest. Nee. Hoe kan dat? Ja, kennelijk is het toch strategisch niet zo'n belangrijk kasteel geweest. En daar kunnen wij blij mee zijn, want nu is het nog echt in de staat zoals het in de 15e, 16e eeuw was. Ik ga toch, als je het niet erg vindt, heel even kijken, want... Zie jij al iets? Nee. Wat wel gebeurde, was natuurlijk dat de edelvrouwen hier wel eens keken of misschien de prins met het witte paard eraan kwam. Dat vind ik ook goed, een prins op een wit paard. Dat kan ook, hè? Of prinses, ja. Nee, ik hou het bij de prins. Je houdt het bij de prins. Nou, prima. Je zou er bijna een geluidje onder monteren. Dat poink, poink, poink. Er zitten heel veel heidelibellen hier. Ik vermoed op zo'n afstand dat het bruinrode heidelibellen zijn. En die libellen zijn hier eitjes aan het afzetten. Bovenin het mannetje, de meest rode, en aan de achterkant daar hangt het wat bruinere vrouwtje. En die eitjes zijn bevrucht en die duwen nu die eitjes één voor één het water in. En er komt nog een tweede tandem aanvliegen. Nou, en die libellen kunnen hier zitten omdat er nu water is en dat lag hier vroeger niet. Want hier in de uiterwaarden langs de Maas bij Heerewaarden, de buitenpolder van Heerewaarden, zo heet het hier, daar is in het verleden klei gewonnen. En dat is heel oppervlakkig gedaan. De ginds ligt ook een hele grote landtong die net onder het wateroppervlak ligt. En dat water is dus ook het gevolg van die kleiwinning, net zoals de wilgenbossen die hier nu omheen staan. Dat is natuurgebied geworden. En het water hier is heel stabiel, dus relatief hoog. Heel anders dan langs de Waal. De Waal die gaat met iedere regenbui op en neer. Terwijl de Maas is hier gestuurd, dus daar is het water veel stabieler. Nou ja, in dit geval past de natuur zich daarop aan en profiteren die bruinrode heidelilibellen ervan. En ze gaan maar door met het eitjes afzetten. Het is echt een luststofje. Oh, de mooie tuin hebben jullie. Heel mooi. En nu hebben we pech dat er weinig aan zit. Maar anders is het helemaal vol zit het, hè? Maar wat is het? Het is een kweekpeer. Dat is dit? Ja, dat is dit, ja. En die hangen erin? Oh, dat vind ik wel leuk. En die mogen we wel plukken? Die mag je plukken, ja. Oh, dat gaan we doen. Die ligt er. Hij werd geboren met uitzicht op het kasteel. En bijna zijn hele leven is hij er al aan het klussen. Binnen de muren en buiten in de tuin. Kleine Henk noemen ze hem. Kun je die eten? Nee, hè? Nee, gelei maken ze ervan. Oh, dat is heel ouderwets. Ja. Kweekpeergelei. Ja, ja, heel oud. Oh, dat klinkt wel lekker, ja, eigenlijk. Ja. Hou je ervan? Ja, nee, eerlijk gezegd. Kijk, vorig jaar in het potje gekregen, nou, en ik geef het af weer. Je dacht van een deksel en door? Ja, of het is niet goed gemaakt of net. Nee. Een grote tuin, Henk. Ja, een hele grote tuin. En wat heb je er allemaal in staan? Want ik zie heel veel bloeiende planten. Ja. Taxusbomen. Ja. Buxus. Ja. Buxus. En die zijn gelukkig deze nog niet ziek. Nee. Er zijn er al een hoop die we al weggedaan hebben. De Buxusmot. Ja, de Buxusmot. Oh, ja. Kijk, en dit zijn dan, dat weet ik heel... Dit zijn allemaal herfstbloemen, hè. Ja. Dat kun je ook dan zien. Astus. Dit zijn de laatste bloemen. Ja. Deze heb ik afgedaan. En die komen we voor de tweede maal. Geraniums. Dat is de tweede bloei. Ja. Dat is ook prachtig. En wijs jij ze aan, zeg ik de namen erbij, goed? Dan... Ja, oh, dat is heel mooi. Of ben je ook goed in namen? Nee, daar ben ik, ja, daar denk ik er wat te oud voor. Hoe oud ben je nu dan? Mag ik dat stiekem vragen? Nou, ik word 11 oktober 82. Oh ja, dat is wel vrij oud. Dat is... Ja. Dahlia's vind ik ook altijd een soort enorm luxe in je tuin. Het zijn eigenlijk boerenbloemen, ja. Maar mooi, hè? Ja, heel mooi. Oh. En ik hoorde pas nog op televisie dat de mensen meer dahlia's moesten gaan zetten. Want? Want ja, ze komen ze overal tekort met die corso en noem maar op, hè. Dat hebben ze nodig. Dat hebben ze nodig. Ja. Maar heb je bloemen, fruitbomen, is er ook nog groenten? Nee, groenten zijn er nou niet. Maar dat was wel? Ja, vroeger, jaren terug, nou, daar zat er, ik kon niet opnoemen of het was er. Ja. Nou, en dan heb ik daar zo een mooie vlinder gezien. En daar heb ik een mooie... Daarvan? Van, die zat hierop. Mag je gewoon in het perk lopen hier? Ja. Nou, helemaal. Beschrijf hem even. Ja, hoe heette die ook wel eens? Nou, ik denk dat het de Koningspaasje was. Ja, dat was je precies. Ik had echt vergeten. Ja, maar dat is zo'n mooie grote... Maar dat, weet je, Henk, als je een Koningspaasje in je tuin hebt, dan doe je wel heel veel goed, hoor. Oh, dat is... Nou... Anders komen die niet. Oh, anders komen ze niet. Nou, dat vind ik dan heel leuk. Ja, dus je hebt eer van je werk. Ja. Dus je hebt 82 jaar moeten wachten, maar toen had je hem. Ja. Maar van u krijg ik nou een 8, want op school heb ik het nooit gehad. Echt niet? Was je een slechte leerling? Ja, nee, niet slecht, maar ik moest altijd voor de klas staan als er iets fout ging. En? En toen zei mijn broer, ik geloof dat mijn broer ook meester is, want hij staat zo vaak voor de klas. Moet ik ook even kwijt. Ja, bij deze. Ja, mooie planten hier. En wat hier lang geleden is gebeurd, dat is dat hier allemaal rare zandbanen in het landschap zijn afgezet. En dat gebeurde tijdens hoogwater van de Maas. Als het water van de Maas hoog stond, stroomt het naar de Waal toe en andersom. En later is dat afgedekt met een dikke laag klei door de rivier. En die klei die is hier afgegraven, het is naar de steenfabriek gegaan. En op sommige plekken is het zo laag dat het moeras en water is geworden. Het stuk waar ik net ook was. Maar hier is het boven de waterlijn. Met laag water tenminste, met hoog water staat hier alles onder. En de afgelopen 2 jaar is het hier gorddroog geweest. En op dat zand wordt het heel snel heel erg droog. En dan gaan er allemaal, ja, planten groeien die wel tegen de droogte kunnen. Alle grassen zijn hier eigenlijk afgestorven. En dat is wel grappig, er staan hier echt naast elkaar twee vetplantjes, twee vetkruiden. En de ene, dat is deze, dat is muurpeper, als je die proeft. Ja, dan moet je even wachten, maar dan wordt het een beetje peperachtig, een beetje driehoekige blaadjes. En daarnaast is een zeldzame neefje en dat is zacht vetkruid. En zacht omdat die niet scherp is. Ja, vetplantjes, de naam zegt het al, die kunnen heel goed tegen droogte. En verder staan hier overal blaadjes van zachte en kleine ooievaarsbek. Maar wat nu in de herfst nog vooral opvalt, dat zijn al die bloemetjes van bezemkruiskruid. Mooi plantje, goede vunderplant en andere insecten die nu zo laat nog rondvliegen. En het leuke is, hij hoort eigenlijk helemaal niet in Nederland. Het is een exoot en hij komt helemaal uit Zuid-Afrika. Waarschijnlijk ooit met wol terecht te komen in de havens van Luik. En daar via de Maas, via het spoor naar het noorden, zichzelf verspreid. En inmiddels staat hij overal langs de snelwegen en ook overal langs de rivieren. En hij neemt nog steeds toe. Niet echt een probleemsoort, geloof ik. En de insecten zijn er blij mee. Wat je hier ook meteen kan zien, dat het terrein... Oeh, de muurpeper begint scherp te worden. Dat het terrein begraasd wordt. Want hier in die iets lagere delen waar het langer vochtig blijft, daar zijn allemaal wilgen gekiemd. Alleen dat zijn allemaal wilgjes geworden die een soort bonsaibomen zijn. En daar rechts staat natuurlijk het echte bos. En daarachter, bij die bomen, daar is de Maas. Dus nog een klein eindje lopen en dan ben ik er. Hoe is het om je hele leven op te groeien bij een kasteel? Nou, als het nog even door kan gaan. Maar ik hoop dat ik nog eens een paar jaartjes mee kan gaan. Nou, en dan vind ik het al heel mooi. Jij kan niet zonder dat kasteel, toch? Ja, maar dat zal, misschien kan ik het later nog zeggen, ja, dat zie je weer terug. Misschien. In het hiernamaals? Ja, hiernamaals. Oh ja, maar nu kunnen we er nu nog even van genieten. Wat betekent dat kasteel voor jou en deze omgeving, deze tuin? Ja, dat is voor mij alles. Maar ik ga 's morgens 9 uur naartoe en ik hoef maar zoveel uurtjes eigenlijk zo in de tuin te zijn. Ik maak het eens zoveel. Dus dat moet je graag doen. En dan vindt de juffrouw van Alles vindt dat ook heel leuk, dat het ook van je eigen is. Zo moet je werken. Zo voelt het ook? Ja, zo voelt het ook. Dus eigenlijk is dit jouw tuin? Ja, is meer. Ja. En het kasteel ook. Ja. Mijn kasteel. Dus, ik ben rijk, hè? Ja, ik zit naast een edelman. Ja, een edelman. Ja. Ik ga even een klein stukje. Mooi, joh. Ja, dus echt de ene naar de andere bui komt over. Af en toe een regenboog boven het water. En ik ben nu aangeland aan de Maas. Heel herkenbaar, totaal anders dan de Waal. Wat je hier mist zijn die brede zandstranden die we aan het begin van de wandeling hadden. Hier is het water heel stabiel en dat komt omdat hij gestuwd is. Dus er zijn nog wel stuwen die het water op één pijl houden. En alleen bij echt extreem hoog water dan gaat alles onder water en dan is die één grote zee. En ook heel kenmerkend aan de Maas, dat zijn de bakenbomen. Al die bomen die hier aan twee kanten van de Maas ooit geplant zijn als bakens om de rivier aan te duiken. Allemaal uit de jaren 50, allemaal populieren. En dat is ook wel heel erg typisch. En het is nog wel een aardig stukje Maas, want hier ligt de Maas niet helemaal in de stortsteen. Hele grote delen waren in het verleden vastgelegd, de oevers met stenen, om te zorgen dat de grond niet afkalfde. Terwijl het stukje waar ik nu zit, daar heb je echt van die mooie steile wandjes. En wie weet, als je hier volgend voorjaar terugkomt, dan heeft het hoogwater hier weer die wand te grazen genomen. Is die nog steiler geworden. En wie weet broeden hier dan volgend jaar ijsvogels of oeverzwalen. Geen idee, maar dat kan. En dat is het mooie van de rivier. Een beetje suf dat hij gestuurd is. Maar met hoogwater laat hij nog echt zijn kracht tonen. En een prachtige wandeling die iedereen kan maken. Van de Waal naar de Maas. En het uiterste westpuntje van Maas en Waal. En ook hier begint het nou weer te regenen. Kan nog steeds in 2019. 3 keer links afslaan van de snelweg en je kan zo naar de middeleeuwen rijden. En dan ga je daar die deur door die dikke muren. En dan kom je bij mensen uit die kunnen laten zien hoe ze in de middeleeuwen zo'n beetje leefden, hoe ze werkten. En daarna de ommuurde tuin in. En dan heb je echt een natuurbeleving. Prachtige plek hierachter. En als er dan ook nog een Henk naast je zit om je gezelschap te houden, Dan heb je echt een feest. Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons Buitengewoon platform. Buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon